Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 30 september. En zoals je ziet ben ik niet thuis, ook niet in de tuin, maar ik zit op de airport van Aruba. Ik heb een vakantie naar Bonaire geboekt. Dus ik vlieg straks eerst van Aruba naar Curaçao. Dan heb ik daar 8 uur overstap. Dus ik hoop dat ik van de airport af mag om daar eventjes Curaçao in te gaan. En dan om 5 uur vlieg ik naar Bonaire. En dan ben ik op Bonaire. Ik vind het best wel spannend. En het is spannend in de zin dat ik alleen op vakantie ga. Ik vind het altijd zo raar als mensen alleen op vakantie gaan. Ik denk altijd van, ja, heb je dan geen vrienden of zo? Of wat dan ook. Maar ja, wel superleuk. Dus ik neem jullie mee. Ik vlieg trouwens met Intel Air. Dus Intel Air is van vliegtuigmaatschappij van hier. En mijn vlucht gaat om 8 uur. En dan ben ik binnen een half uurtje op Curaçao. Dus ja, we zullen wel zien. Het gaat lekker snel. Ik zie jullie straks. Ik ben op Curaçao aangekomen. Het was echt een vlucht van 25 minuten, maar ik ben er. Ik ga even kijken of ik nou Curaçao uitga of airport uitga of dat ik hier blijf. Even wachten. Ze weten niet precies hoe het met mijn koffer zit. Dus we zijn ze even aan het uitzoeken. Sa sa sa, lo que mi es así bueno, valora así bueno, malo bota, reclama, carga
senti nada, nunca só os de bebida bonga, tem de nada. Colebra, morde, bobo, que aceita. Veneno, veneno, veneno. Sim, porque tu lo que vota pa' fio mi no sa sa sa. Tu lo que vota vista mi no sa sa sa. Bushita que nga come apple pro me. Ma cambia vida pa' pero bono que compronde. Tu munti ki divo mensu remedi. Hau ba shuata y barabia. Mas mi anda guende. Mi di mas mi stima bestia. Si buke compleet verwaaid in de taxi. Maar ik ben bij Saint-Tropez aangekomen en ik ga hier even lekker ontbijten. En ja, dat was 20 minuutjes rijden met de taxi. Dus dat is echt prima te doen als je hier even heen wilt voor een paar uurtjes. Dus ik ga even kijken. Ik ga mijn trui uitdoen, bikini aan en chillen. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel the body shake and the heat between your legs. You've been scared. Ik heb een heerlijk moment gekozen met fruit en paard. Need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. I feel it coming. I feel it coming. Nog eventjes een uurtje voordat ik naar het vliegveld ga. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. Ik ben net afgezet door de taxi. Ik heb net airport tax betaald. Naar Bonaire is dat $10, dus dat moest ik net even betalen. En nu loop ik naar de gate. Dus op naar het vliegtuig naar Bonaire.
Ik heb het echt heel lekker gehad vandaag. Dus dat is fijn. Ik ben in mijn appartement. Yay! Ik heb een auto. Ik heb het appartement gevonden. Ik ben zelfs al langs de Albert Heijn geweest. En ja, morgen zal ik de auto en het appartement wel laten zien als ik wakker word. Want anders wordt de vlog wel heel erg lang van vandaag. Maar ik ben wel bij de Albert Heijn geweest. Wat ik super leuk vond om weer eventjes erheen te lopen. Ook dat zal ik wel eventjes in de volgende vlog laten zien. Want daar ga ik nog wel een keertje heen. Dus ik zal even laten zien wat ik daar heb gekocht. Allemaal lekkere dingen. Om te beginnen... Rater was in de aanbieding, dus dat heb ik gekocht. Kinderbemiddel, super lekker. Ik heb kaasstengels gekocht. Ik heb pindakoekjes gekocht. Chips. Ik heb wel voor de rest van de week allemaal lekkere dingen hoor, dus dan, dat is alles. Ik heb ovenbroodjes gekocht, want ik dacht dat ik een oven had, maar nu kom ik hier thuis en die heb ik helaas niet. Eieren, dus morgen ga ik eieren eten. Flesje water. Mini Prosecco, deze dronk ik altijd in Nederland, dus ja, kan niet laten liggen. En zoete olijven, die heb je ook niet op Aruba, die is super lekker. Deze, die had ik voor op de broodjes. Lentevloeistof. Een grote fles water. Nog eentje, die neem ik mee naar Aruba. En die. Het zijn al mijn lekkere boodschappen voor de hele week. Dan heb ik gewoon wat lekkers in de auto. Dit voor als ik thuis kom. Nou, olijfjes voor nu. Prosecco. Allemaal lekker lekker. Die is natuurlijk belangrijk voor in de auto. En morgen lekker een eitje maken. Dit is de slaapkamer. En dat hebben we hier handdoeken mooi opgevouwen. Maar ik heb echt een bed voor 5 personen lijkt wel. Het is echt zo groot. De badkamer. Hoi. En met een lekkere regendouche. Zo de badkamer. En dan loop je zo naar de woonkamer. Met een mooie schilderij. En allemaal leuk. En hier dus de keuken. Waar ik net de boodschap heb uitgeladen.